In 1990 en 1991 maakten Marieke en ik een wereldreis per fiets van Nederland naar Indonesië. De reis, die 1,5 jaar duurde, had 2 ontbrekende schakels. Iran was vlak na de Golfoorlog onrustig en door Oost-India en Myanmar mochten we al helemaal niet fietsen. Zolang als Carla mij kent, weet ze dat ik ieder jaar keek of wij vanuit India Myanmar in konden fietsen en er aan de andere kant weer uit konden. Via via hoorden we dat er in 2014 een paar motorrijders de grens over waren gegaan. Wij belden Indiase en Myanmarese consulaten en ambassades, maar zij allen verzekerden ons dat de grens potdicht zat. Na lang zoeken vonden we in Myanmar een reisorganisatie met connecties hogerop, die de vereiste papieren voor ons kon regelen. We spraken af dat een zekere meneer Kool op 8 november bij de grens zou staan. We boeken een enkele reis naar Imphal, de hoofdstad van de Indiase deelstaat Manipur. Het is de gebruikelijke Indiase hectiek waar we gelijk al in belanden. In de gelaatstrekken van de mensen is al duidelijk de invloed van Myanmar te herkennen. Heel speciaal in Imphal is de zogenaamde vrouwenmarkt. Alleen vrouwen mogen hier handel drijven. Via de hoofdweg fietsen we richting de grens met Myanmar. Na 30 kilometer stoppen we om te gaan lunchen. Ook hier treffen we weer een vrouwenmarkt met heerlijke hapjes en thee. Carla, ben je allemaal aan het eten? Wat ik allemaal aan het eten ben? Nou, er is een soort van noedels met groenten erin. Dit is eigenlijk een platte oliebol, het smaakt naar oliebol. Lekker gekookt eitje erbij. Dan hebben we hier een soort bolletje in deeg. Rijst erin en ja, een soort van currysaus voor een beetje pittig. En daar drinken we dan een kopje chai bij en een beetje water, maar die drinken we natuurlijk niet. Vanuit het vliegtuig hadden we het Loktakmeer al onder ons zien liggen. Vanaf de oevers zien we vissers in uitgeholde boomstammen op een bijzondere manier de vis uit het water halen. De ongeschonden vissen worden vervolgens in afgezette stukken in het meer verder opgekweekt. Vanuit het vliegtuig zagen we ook groene ringen in het meer en we vroegen ons af waar die voor dienden. We gaan zo meteen in deze bootjes, ieders één, naar die eilandjes daar, die ronde eilandjes. En dan gaan we dat huisje daar bezoeken. Zo'n boottochtje is niet ongevaarlijk. Als je overboord valt is de kans groot dat je verdrinkt doordat je met armen en benen in de stengels van de waterhyacinten verstrikt raakt. Vandaar dat er 2 bootjes aan elkaar gebonden zijn voor de stabiliteit. Op de meeste eilandjes staat een huisje. Er is een groentetuin en men leeft van de visverkoop. Vandaar dat men aan deze toeristen wel een vis wil slijten. Ik denk dat we hem mee moeten krijgen. Dan laten we hem daar klaarmaken. Very small present from Holland. Voor dit soort bijzondere ontmoetingen hebben we altijd souvenirtjes uit Nederland bij ons. Helaas wist de kok niet goed wat hij met de vis aan moest, dus ga ik zelf maar aan het kokerellen in de hotelkeuken. Ja. Hey Carla, je hebt wel veel aandacht, hè? Ja. Er staan 6 mannen naar je te kijken. Ja. Nou, misschien kunnen ze er nog wat van leren. Ja. Ja. Samen met wat rijst en groenten is dat ons avondmaal. De Indiase deelstaat Manipur mag je soms wel en soms niet in. Dat komt omdat er door de People's Liberation Army of Manipur gestreden wordt voor onafhankelijkheid. Als zij verliezen, zullen het terroristen zijn. Als ze winnen, zullen het helden worden. Feit blijft dat zelfs leden van de lokale fietsclub beroofd zijn toen zij de bergen infietsten rond de hoofdstad Imphal. Geen wonder dat wij vaak controles tegenkomen. Ze willen de paspoorten zien. Tussen de vlakte en de grens ligt een kleine bergrug. Halverwege de dag worden we ingehaald door 2 Thaise fietsers. These two guys, we met them, but they are cycling from where to where? From London to Bangkok. From London to Bangkok. Yes. And they are also going to cross the border. Yes, today we're going to cross the border. Yes. If we can. if we can. They have a paper, with our name also on it. So we have the permission, and we will go and we will see if we can cross. Yes. We weten niet precies waar de douane is, dus rijden we eerst langs de politie van Moreh. Oh ja, ja. De politie verwijst ons door naar de superintendent van de douane. 300 meter hierna zou het zijn. Ja, maar hij zei iets van 300 meter naar Assam rifles. Dan komen we bij de paspoortcontrole. Yes, hello. Good morning, this is customs. Okay, I'll be back. Yes, this is the customs. Passport? Yes. Visa. Visa, yes, okay, we will, yes. This is camera? So, it's switch off. Yes. Hobbels. Dan moeten we nog langs het ministerie van Financiën om te verklaren dat we geen handelswaren uitvoeren. Yes, right, right, yes. All right, yes. Oh, oh, devil, you're right. De zwaar bewaakte grensovergang tussen India en Myanmar is een simpele stalen Baileybrug. Dat is de enige grenspost op de 1200 kilometer lange grens tussen die twee landen. Okay, keep right, you have to get used to riding on the right side. Carla, rechts houden. Na de brug moeten we ons melden bij de immigratiedienst. En warempel, daar is meneer Kool. Erik, we zijn net de grens met India, met Myanmar overgegaan. Dit was een lang gekoesterde droom van jou. Wat doet het met je? Ja, heel bijzonder dit, want in 1991 en 1990 en 1991 maakte ik een wereldreis van Nederland naar Indonesië. En dit was de ontbrekende schakel. En al die jaren heb ik gewacht tot we de grens over konden. En dit keer is het gelukt. Yes! Het klikt erg goed met Nicholas en Ray. En we besluiten om samen op te fietsen. Over de mooi geasfalteerde weg is dat puur genieten.